Elke dag verandert er wel wat in de wereld en veel keert nooit meer terug. Maar dat geldt niet voor de mode, want die schijnt zich steeds te herhalen. Momenteel bestaat er weer grote interesse voor de mode uit de jaren 20. De zogenaamde oma-jurken zijn zeer in trek. Ze worden nagemaakt van de vroegere modellen en een beetje aangepast aan onze tijd, maar de stijl blijft hetzelfde. Dat er ook veel belangstelling bestaat voor de originele exemplaren bleek wel uit een openbare verkoop deze dagen bij de kunstveiling van Mak van Wij in Amsterdam, waar het veilingpersoneel wat onwennig liet te paraderen met een collectie Charleston-jurken en andere dameskleding uit het bezit van mevrouw Kanter Kremers van der Does, die met een zichtbare weemoed haar bezit onder de hamer hoorde komen. Ook sjaals, frontjes, halsdoeken, hoeden, kousen, hemden en schoenen werden er geveild. De kostbare exemplaren werden vakkundig voorgedragen door toondames. Het bod ging snel omhoog voor deze jurk, die je tegenwoordig ook andersom kunt dragen. Deze fraaie jurk, 40 gulden voor deze jurk. 60 gulden, 80 gulden, 100 gulden is daar. 100 gulden, niemand meer dan 100 gulden is daar geworden. 120 gulden is achteraan, 140, 160. 180, 200 gulden is daar, niemand meer dan 210. 210 gulden is helemaal achteraan, niemand meer dan 210 gulden is daar achteraan geworden. 210 gulden, niemand meer dan 210 gulden, niemand. Een fraai stuk als dit is zo'n bedrag van 210 gulden zeker waard.